Een heer. Een man met ervaring. Gedreven en snel. Degene die het langst aan de Amsterdamse politiek verbonden was. Al in 1983 kwam hij voor het eerst in de raad. En na een korte tussenpauze opnieuw in 1990. Toen als fractievoorzitter van GroenLinks. En na een periode van 4 jaar als wethouder kwam hij in 2006 opnieuw in de raad. En u vertegenwoordigde, ook nog tot en met vandaag, Amstelveen in de regioraad van de stadsregio. Kortom, een bestuurlijke en politieke raad, een carrière die imposant te noemen is. Met een veelal positief, met een positief kritische insteek en een enorme gedrevenheid ging u altijd het debat in. Of het nou over de gemeentelijke financiën ging, over plannen voor een topsporthal of over de lokale omroep. Het waren onderwerpen waar u echt uw tanden in zet. Tegelijk was u bereid, en ik heb dat aan twee kanten van de tafel gezien, tegelijk was u bereid compromissen voor te stellen. Natuurlijk maar tot op zekere hoogte, maar altijd met de intentie om eruit te komen. Vasthoudend, dat wel. Maar dat oogste ook bewondering. Naast een tijd van komen is er ook een tijd van gaan en die tijd is nu aangebroken. Mag ik u vragen in een buurt te komen staan, meneer Gwen? Beste Paul, de verdiensten voor het Amstelveense openbaar bestuur zijn niet gering geweest. De gemeenteraad heeft daarom besloten, bij volle bewustzijn, unaniem en zonder dat je het hebt gemerkt, nooit hebt gemerkt, jou de zilveren legpenning van verdiensten toekennen en dat is een bijzonderheid en ik gun je die zeer van harte. Ik hoop dat je aangenaam bent verrast van harte is niet. Dank u wel, meneer Gwen. Ik heb nog iets. Je hebt nog veel meer gedaan dan zo lang je stinkende best gedaan. En heb jouw opvattingen en steun van heel veel mensen in Amstelveen voor de politieke zaak. Niet alleen in de raad, maar ook daarbuiten. En wel op zodanige wijze dat het Hare Majesteit de koningin heeft behaagd goed te benoemen tot lid in de Orde van Oranje.